Je bent een gekkie. Je bent een kliertje. Maar ze hebben het wel meegekregen. Ja. Oké, weet je wel. Goedemorgen, het is zaterdag en ik ga nu eerst even wat eten en daarna huishouden, want dat is de afgelopen dagen niet zo gelukt. We zijn best wel veel weg geweest natuurlijk. Dus ik ga lekker beschuitjes met hagelslag nu eten en daarna beginnen. En dat is niet mijn hobby, maar ik vind dat wel grappig. Ik heb er nooit zin in, maar als dan alles gedaan is, vind ik het wel weer mega fijn dat alles gedaan is. Ik heb net al de was en de strijk weg. Even kijken waar ik die camera hier kan zetten. Jammer. Beetje laag. Ik heb er altijd of te laag of te hoog. Maar goed. Dus nu de was in de kast. Dan zat ik te denken. Heel vaak dan film ik eigenlijk niet. Als ik huishouden aan het doen ben. Maar ik weet nooit. Is dat wel of niet leuk om te kijken. Moet ik het wel of niet doen. Ik denk dat de meningen daar... Ja, dat is straks. Maar schat, ik ga het je zo allemaal vertellen. Was toch aan het vloggen? Ik ben aan het vloggen. Dus ja, ik weet nooit, moet ik dat nou wel of niet doen? Wordt dat wel of niet gewaardeerd? Laat het even weten, want dan weet ik gewoon wat ik daarmee ga doen. Of ik dat dus dan wel vaker ga filmen of dat ik dan vaker de camera gewoon wegleg. Wat ik nu eigenlijk dus doe. Let me know. Zo, onze was is opgeruimd. Nu al Sarah's kleding. En Sarah mag ook de kamertjes even opruimen. Het is weer een beetje een troep aan het worden. Dan zal ik ook nog de bedden verschonen en zo. Dus ik vermaak me voorlopig nog wel. Maar we hebben zo weer goed gevuld kasten. Dat vind ik dus altijd wel echt. Als je dan al die dingen gedaan hebt... Heel erg prettig. Die heeft het huis een beetje overgenomen. Dus die gaat even de spulletjes opruimen. En dan begin ik gewoon boven. En dan ga ik van boven naar beneden. En dan als ik hier kom, dan kan ik als het goed is weer overal bij. Zo schattig. Ik heb heel boven al gestofzuigd en zo. En ik wilde beneden. Maar Sarah, die was niet alleen aan het opruimen. Die is alles aan het uitzoeken en sorteren. Dus dat duurt wat langer. Maar ik vind dat op zich wel heel erg goed van haar. Dus ze mag de tijd ervoor nemen. Ik vind het te grappig. Daarmee is ze eigenlijk gewoon een kleine mini-mie. Ik wil ook altijd alles sorteren. Dus we gaan zo eerst even boodschappen doen. En dan daarna de rest dan maar. Dan ben ik ook bij de buren daar barbecuen. Die hebben een barbecuefeestje. Ja, dat zit ik te vertellen.
Dus dan wil ik de dingen hier wel af hebben. Wait, wat heb je gedaan? Kijk, oh, dit is de outfit van Alexander en deze van Annabel. Ja, jouw pop is een crossdresser. Te grappig. Maar, ik ben heel goed in auto's maken. Ja, heb ik helemaal niks tegen crossdressers. Absoluut niet. Als je dat wil doen, moet je dat vooral doen. En? Iedereen waar je zich fijn bij voelt, ja, je instrument. Alleen deze pop is dat door gebrek aan jongenskleding. Want het is gewoon eigenlijk niet te koop voor de pop in die maat. We hebben echt zo verschrikkelijk veel verkocht. Maar er zijn geen... Of gezocht, maar er zijn eigenlijk geen setjes kleding te koop in de maat van de pop. Echt zo stom. Maar we hebben wel... Een poppenkleding gevonden hoor. Ja, we hebben één setje gevonden die dan, ja, kunnen we net als unisex bestempelen. Maar er is bijna niks. Dat is echt heel raar, want ze verkopen die pop dus wel, maar kleertjes ervoor bijna niet. En Sarah houdt heel erg van de poppen, heel de dag omkleden en verzorgen en doen. Dus ja, ik ga mijn spullen pakken en dan gaan we boodschappen doen. Nee, dit is die? Ja. Ja, lekker. Die zijn heel mooi. Worstenbroodjes. Die zijn ik mooi, heb hè? Ik het mooiste gekozen. 1, 2. Ah. Heb je hem? Ja. Oké. Okay. Gelukt. Die? Ja, nee, die daarnaast. Nee. Eentje naar links. Ja. En dan sta je er helemaal in. Dat was niet de bedoeling. Kom er maar weer uit. Grappig. Ga hem in de kar zitten. We zijn thuis en we moeten de boodschap opruimen. En Sarah is altijd heel erg behulpzaam. Nou, maar lekker verder. Waar is de bouillon? Als helemaal links. Helemaal links? Helemaal links, ja. En dat mandje. Maar de pot is leeg. Dus we wachten met een pot. Als we pankzit hebben, dan laten we dat dan net gehaald hebben. Dus we kunnen het wel opgeruimd met z'n tweeën. Nou, serieuze hulp hier. De aardappels hebben nog nooit zo netjes in de pot gezeten. Geniaal dit. En nu tijd voor pankzit. Yay! Okay. Ga je opmaken? Lekker hè? Oh, ik vind het ook wel zo lekker. Oh, dank je wel. Ik geef ook. Ik geef ook een keer aan. Die praten met een volle mond. Oh. Ik ben aan het zoeken. Binnen. Nee. No. Ik heb een afgepast bij me. Smijt de stoom naar binnen. Waar moet ik kijken? Waar moet ik kijken? Hier. Ja. Je bent een gekkie. Nee. Je bent een kliertje. Maar ze hebben het wel meegekregen. Ja. Oké, weet je. Wij zijn thuis van de barbecue bij de buren en ik weet niet of je het hoort, want de waterkoker staat ook aan. Het feest gaat wel door. Dus Marco komt ook zo thuis van zijn barbecue en dan gaan we even tv kijken of zo. En dan ga ik ook lekker mijn bedje in. Sorry, even een momentje. Het is op zich of vandaag niet heel erg moe. Nou, we zullen lekker aan het scherp stellen. Hallo, hier ben ik. Mijn make-up is ook voor mij. Lekker uitgelopen. Nou, ik ga nog even een stukje Orange is the New Black kijken voordat Marco er is. Want samen kijken we wat anders. Volgens mij ben ik gisteren vergeten de vlog af te sluiten. Dus bij deze nog. Ik hoop dat het wel een leuke vlog was. En dan zie ik je morgen. Die ga ik nu gelijk starten. Doei!